Weg met de crisis. Nou, wanneer komen die kinderen toch? Het is al bijna 8:30. En jongens, wat is er nou aan de hand? Waarom kijken jullie zo sip? Hebben jullie geen zin in rekenen of zo? Oh, wat een rot weekend. Jongens, wat is er nou aan de hand? Dat ben ik helemaal niet van jullie gewend. Jullie hebben altijd zo'n leuk weekend. Mijn vader is ziek geslagen. Wat? Is je vader in elkaar geslagen? Nee, mijn vader is ontslagen. Wat erg dat je vader is ontslagen. Maar zijn jullie daar nou allemaal verdrietig om? Ja, maar mijn vader is ook ontslagen. Mijn moeder die mag nooit meer werken, want ze is ook ontslagen. Ja, maar mijn vader is ook ontslagen. Wat erg, maar jullie willen me toch niet vertellen dat al jullie ouders ontslagen zijn? Ja. Oh, wat erg. Bij mijn vader ging dat toen moest hij naar de kantoor komen en toen werd hij opeens ontslagen. Waarom moet hij komen, baas? Zoals u weet, het is een crisis dus. We moeten een aantal mensen ontslaan. We willen niet, maar we moeten wel. Ik heb hier een grafiek, een staafgrafiek zelfs. En jij bent nummertje 3, dus jij levert het slechtste werk van de hele bedrijf, hè meneer? En omdat u echt het slechtste werk levert, ga ik dit kort zeggen. U bent ontslagen. Maar ik wil niet ontslagen worden. Nou, maar meneer, niet huilen, hè, want... Maar ik heb nog een gezin met kinderen. Ik moet ze ook eten kunnen geven. Nou, meneer, het is niet mijn schuld. Het is door de crisis, meneer. Het is door de crisis. Hoe bedoel je de crisis? Hoi, de crisis. Crisis, ga alsjeblieft weg. En zo ook bij andere ouders. Ja, ik zou wel graag 2 weken vakantie willen, baas. Nou, dat kan, maar ik wil je eigenlijk meer dan 2 weken verlof geven. Want je bent een hele goede collega. Ik wil jou zelfs de rest van je leven, want je bent ontslagen! Maar waarom dan? Ja, dat komt door mij. Ik ben de crisis. Stomme crisis, ga weg uit ons land! Het was een ramp met die crisis. Zeg meneer Sink, heb je wel eens van de crisis gehoord? Ja. Nou, zeg maar crisis. Je bent ontslagen. Nee, ik wil niet ontslagen worden, alsjeblieft. Daar is de deur hoor. Die stomme crisis. Zo, hier zit je dan hè? Ja, ik zit hier voor de promotie hè. Promotie? Ja, promotie. Hé, hey, jij daar, je bent ontslagen. Wie is dat? Ik ben de crisis. En nou wegwezen. 2 collega's bij een ander bedrijf. Vea, wat hebben we toch een fijne baan, hè? Ik wil hier nooit meer weggaan. Dus, ik vind het hier leuk. Hallo, ja. Vind je het leuk hier op het werk? Ja. Ja. Nou, jij bent ontslagen en jij ook. Doei. Dit kon echt niet langer zo. Er moest iets bedacht worden. Dit is toch echt van die crisis? Ja, het is verschrikkelijk. Wat moeten we nou? Dan hebben we geen geld om nog eten te kopen. We moeten iets doen. We moeten de crisis aanpakken. We moeten iets doen. We moeten op zoek gaan naar die crisis. Maar daar hebben we wel de juf voor nodig. Ja, goed idee. Laten we de juf dan maar bij gaan halen. Heldhaftig gaat de groep langs bij de crisis thuis. Huis. Bent u de crisis? Ja, dat ben ik, dus. Zul je alsjeblieft weg willen gaan uit Nederland? Dat dacht ik dus niet. Ik blijf lekker hier in Nederland. Jullie moeten het maar met me doen. Doe wat we geoefend hebben. Puppyogen. Wat? Puppyogen? Hou op met die puppyogen, daar kan ik niet tegen. De crisis werd helemaal gek van die puppyogen en maakt hierdoor een belangrijk besluit. Doordat de crisis weg is, kan iedereen weer werken. Goedendag. Ergens ver weg op een zonnig strand zit de crisis te genieten van een cocktail. Meneer, u zit hier wel heel de dag cocktailtjes te drinken, maar u moet wel betalen, hè? Nou, meneertje, komt er nog wat van? Nou, ik heb geen cent meer over. Sorry, ik zit in de crisis. Wauw, 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 wauw.